Op zaterdag 3 december vond in het Apple Park Hotel aan de Geuselt in Maastricht de opening plaats van de foto-expositie Scherp van Wouter Rosenboom. Hoteldirecteur Cor Pen, zelf wielerfanaat, legt uit hoe het contact met Wouter tot stand is gekomen. Beeldende kunst, wat zou Marco het wel noemen, vind ik ook heel erg mooi. En wij zijn vervolgens in contact gekomen met Wouter. En Wouter brengt deze twee zaken, het wielrennen, de sportfotografie, maar ook beeldende kunst, heel erg mooi bij elkaar. Oud-voetballer Erik Meijer was gevraagd om de expositie te openen. Wouter vertelt hoe hij op dat idee is gekomen. Een leuke anekdote is dat mijn dochter is trouwens nog niet hier, die komt dadelijk nog. Maar haar schoonmoeder die zat aan tafel bij een diner. En daar bleek, ondanks zonder dat hij het wist, hij heel gepassioneerd over mij te vertellen. En toen dacht ik, dat is een hele goede combi. Ik zoek iemand die mijn foto's mooi vindt en ik zoek iemand die heel gepassioneerd kan vertellen en van fietsen houdt. En daarom heb ik Erik Meijer uitgenodigd om de opening te verzorgen. Ik waardeer je werk enorm, alles wat je maakt. Ik vind het chic, ik vind het mooi om naar te kijken. En vooral vind ik chic dat je elke keer weer probeert uit te beelden. Er zit een verhaal achter. Toen was het officiële moment aangebroken. Samen met Erik onthulde Wouter een foto met twee oude mannen op een bankje. Met achter hen een voorbijrazende wielerkoers. We hebben net de opening meegemaakt van expositie Scherp van Wouter Rosenboom. Aan jou was de eer om die opening te doen. Wat is jouw relatie, jouw connectie met Wouter Rosenboom? Nou, ik denk dat er één woord is wat connectie is, dus passie. Ik heb met heel veel passie gevoetbald. De laatste paar jaren ben ik met heel veel passie op een racefiets gestapt. En als je op een racefiets stapt, dan kom je automatisch Wouter tegen. Want hij zit dan ergens in een struik of ergens achter op een motor en schiet fantastische foto's. En zo hebben we elkaar leren kennen bij wat amateurcrossjes, wat wielerwedstrijdjes. Dan leer ik haar wat beter kennen. Dan ga je eens een keer naar de website. Dan ga je eens een keer denken, wie is eigenlijk die Wouter Rosenboom die mooie foto's maakt? Wat doet hij eigenlijk voor werk? En dan ontdek je dat er iemand zit die met enorm veel passie, heel scherp ziet wat er om hem heen gebeurt. Maar niet zozeer de wedstrijdrenner aan zich, maar vooral eigenlijk ook de details eromheen. En dat vind ik zo mooi, dat je dat wedstrijdelement, dat kennen we eigenlijk en dat zien we ook op televisie. Maar die kleine scherpzinnige kantjes die er nog zijn, de achterkant van een wielrenner of als er eens een keer iets is gebeurd, een bron of iemand die ligt op de grond of wat er ook is. Ja, dat vind ik wel mooi, dat iemand dat zo goed in beeld kan brengen, zodat je het verhaal meteen begrijpt. Danny Nelissen, hoe ben jij in contact gekomen met Wouter Rosenboom? Dat gaat al heel lang terug. Wouter die op een gegeven moment zei van, nou ik ga kiezen voor fotografie. En die heeft toen eens een keer wat werk laten zien. En toen zei ik van, nou dat moet je zeker doen. Maar ook wel gezegd, weet je, het is wel een moeilijke markt. Hè, van, kies dan wel hetgeen waar vraag naar is. En hij is nou juist niet de sportjournalist, fotograaf, zeg maar. Maar degene die dat ook zeker het randgebeuren laat zien. Hè, en daarbij wel de grote sterren gebruikt. En daarmee is hij uniek, denk ik, in de wielrennerij of in de sportwereld zelfs. Ja, dat is, als je dat werk ziet, dat is gewoon kunst. Dus, en dat heb ik hem toen al gezegd. Dus je begrijpt toch wel dat je niet fotografeert, maar dat je gewoon kunst maakt. Hè? Wat Wouter is gewoon iemand die precies weet wat hij wil. En heeft voor zichzelf een bepaalde manier van fotograferen ontdekt die enorm aanslaat bij de mensen die ook actief fietsen of die ook actief sporten. En ik denk dat dat iets is dat je scherp bent. Dat je weet wat je wil, dat je een duidelijk beeld hebt. En zo omschrijf ik eigenlijk scherp. Maar kijk, Wouter heeft ook voor een bepaald detail, een bepaald lichtspel. En dat kun je niet leren, dat hangt niet uit boekjes. Dat is gewoon iets wat je ziet. En dat is wat hij heeft. En dat, ik denk dat dat een unieke samenstelling is bij Wouter. Ja, daarbij is deze man zo gedreven. En die kijkt niet op een uurtje en die kijkt ook niet op een fotootje. Dus ik denk dat alles gewoon daar zit, zeg maar, om gewoon iets
iets te maken wat anderen gewoon niet kunnen. Hè? Dus er zijn fotografen, die sportfotografen, die hebben juist het moment van de balaanname of het doelpunt of precies de finish op de streep. En Wouter heeft precies het detail zeg maar, waar het eigenlijk over gaat in de hele koers. En dat is echt een gave. Wouter, proficiat met deze expositie, de opening van de expositie Scherp. Scherp, wat moet ik me daarbij voorstellen? Waarom is die titel gekozen? Nou, het is een vervolg op mijn boek. Ik heb natuurlijk vorig jaar een boek uitgegeven met de titel Scherp. En deze expo is eigenlijk een vervolg op het boek. En ik wilde een beetje in dezelfde lijn blijven. Dus ik heb hem ook maar Scherp genoemd. Okay. Scherp, zegt dat iets over zeg maar jouw werk, jouw foto's? Of zegt dat ook misschien iets over de persoon van Wouter Rozeboom? Nou, ik moet natuurlijk als fotograaf altijd heel scherp blijven. Hè? Want ik zit natuurlijk op de motor in die koersen. En ik zit in de hectiek. En ik heb de hele dag een bepaalde focus, dus een bepaalde scherpte. En daarnaast is natuurlijk gebruik in mijn stijl van fotografie heel veel scherpte diepte. En dat verwoordt ook eigenlijk het woord scherp. Als je nou zelf jurylid zou zijn van deze expositie, welke drie werken zou jij dan zeg maar nomineren voor de prijs? Nou, ik hou zelf het meeste van wat abstract werk. Dus dat je niet meteen alles ziet, maar dat het ook nog iets aan de fantasie kan overlaten. De foto die ik heb gemaakt in Azerbeidzjan vanaf een brug waarin je een peloton ziet passeren. Ja, dat is voor mij wel een van de mooiste die ik heb. De opaatjes op de bank. Dat is, ja, ik hang hem niet van ikzelf bij me in de huiskamer. Die geeft eigenlijk aan de manier waarop ik naar de koers kijk, dat ik veel meer zie als alleen de wielrenners. En de foto van Tom is ook wel een favoriet. Omdat ik Tom heb kunnen fotograferen toen hij helemaal afgepeigerd was na een Tour de France etappe in de modder. En hij helemaal niet in de gaten had dat ik die foto maakte. Ook vaste motard Andy van der Hooy was bij de opening en vertelde een leuke anekdote. Het meest leuke moment is natuurlijk geweest wie op een gegeven moment Wouter zei stop, of van de motor afspringt en in het midden van het grashoorns gaat liggen om foto's te maken. Dat is eigenlijk typerend voor Wouter, maar ook zijn collega's eigenlijk altijd ervan lachen als er ergens of tussen het gras of het koren in liggen om foto's te proberen te maken. Ja, we werken natuurlijk al heel wat jaartjes samen, dus we zijn echt een team. Wat ik het mooie vind aan de motard is dat die veiligheid staat altijd voorop, want dat is wel het allerbelangrijkste. Maar daarnaast mag hij ook wel af en toe wat risico's nemen als die verantwoord zijn. En hij weet me wel altijd op de plekken te brengen die ik graag wil. En hij denkt ook al mee in de foto's. Dus hij weet eigenlijk al, omdat we elkaar zo goed kennen, wat ik wil. Waardoor hij me, zonder dat ik het over maar hoef te zeggen, al op de plek brengt waarvan hij weet, dit gaat vast weer een mooi beeld opleveren. Begreep ik nu goed dat de medewerking van dich eigenlijk ook de basis is aan al deze foto's? Ja, dat kan ze eigenlijk wel zeggen, maar van de andere kant is het toch wel de kwaliteit van Wouter enerzijds als fotograaf en toch de bewuste keuze om niet alleen maar wielerplaatjes te maken, maar het meer te verheven naar kunst eigenlijk. En ik denk dat dat zeker vandaag heel goed tot uiting komt.